Goedemorgen, lieve kinderen. Vandaag heb ik weer een versje voor jullie. En deze keer gaat het over Hollebolle Gijs. Nou, het zegt het al een beetje. Dat is een jongen die heel veel kan eten. Luister maar. Heb je wel gehoord van die hollebolle wagen? Waar die Hollebolle Gijs op zat. Die kon schrokken, grote brokken. Een koe en een kalf en een heel paard half. Een os en een stier en 7 tonnen bier. Een schip vol rapen en een kerk vol schapen. En nog kon die Hollebolle Gijs van de honger niet slapen. Gaan we nog een keer doen. Heb je wel gehoord van die hollebolle wagen? Waar die Hollebolle Gijs op zat? Die kon schrokken grote brokken. Een koe en een kalf en een heel paard half. Een os en een stier en 7 tonnen bier. Een schip vol rapen en een kerk vol schapen. En nog kon die Hollebolle Gijs van de honger niet slapen. Nou, een schip vol rapen. Rapen, dat is een groente. Dat is koolraap. En een kerk vol schapen. Kijk, Femke heeft daar een tekening van gemaakt. Kijk maar. En zie je de 7 tonnen bier? Het zijn er echt 7 hoor, want hier zo bij de kerk bovenaan zit er nog één, zie je wel? En ze heeft de kerk vol met schapen erbij getekend. Zullen we hem nog 1 keer doen, omdat het zo leuk is? Nou, daar gaat hij hoor. Heb je wel gehoord van die hollebolle wagen? Waar die hollebolle Gijs op zat, die kon schrokken grote brokken. Een koe en een kalf en een heel paard half, een os en een stier en 7 tonnen bier. Een schip vol rapen, een kerk vol schapen. En nog kon die hollebolle Gijs van de honger niet slapen. Nou, jullie hebben wel eens lekker getrek, maar honger? Nee, dat kennen we hier niet. Ik zou zeggen, maak er weer een fijne dag van. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Dag!